Kelvin, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. Messi as fuck, a.k.a. boerenzoon, a.k.a. Ik word papa, a.k.a. we hebben die miljoenen views, maat. We hebben het gedaan. Het is gelukt. We done did it. We done did it, man. Ik word papa. 5 luiers, Google Gaga. Het was nogal een dingetje. Jazeker. Het is nog steeds een dingetje trouwens. Mocht je nou niet weten waar ik het over heb, dan zal ik het even vanaf het begin uitleggen. Namelijk, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. En soms heb ik bepaalde ideeën die zichzelf het beste vormen in de vorm van een liedje. En dat heb ik een aantal weken geleden gedaan met een diss track naar mezelf. Met een 10-jarig jochie genaamd Noah. En die ging een klein beetje zo. Ik ben nu al miljonair. Dat is ook zo populair. En nu om heen heeft 10 miljoen views gehaald. Het is niet normaal. 10 miljoen views op YouTube. 2,5, 3 miljoen streams op Spotify. Hey, what is good? Ik hoor jullie jezelf al afvragen. Kelvin, waarom maak je dan nog een liedje? Je bent geen Ronnie Flex, man. Je bent geen artiest. Godverdomme, man. Ja, en ik heb ook een tijdje op die manier gedacht. Ik wil mezelf niet te serieus nemen als muziekartiest. Alleen toen kwam het besef. Het besef dat ik niet later als ik 30 ben of 40 ben terugdenk aan mijn YouTube carrière en bij mezelf denk van het ging zo lekker op die leeftijd en heb ik niet optimaal geprofiteerd van het moment. Ik heb het uit mijn handen laten glippen. Ik heb er zo'n spijt van. Ik wil niet meer leven. Dus heb ik me op een avond helemaal klem gezopen. Ja, nee, het is geen grap. Het is echt geen grap. Ik dacht, ik wil iets nieuws bedenken. Ga ik een paar whiskytjes klappen. Klap, 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 klap. Tik, tik, tak. Ik voel me echt fucking oude man, nu dat ik zeg dat ik whisky drink. Ik ben echt een oude vent, jongens. In ieder geval, toen kwam ik op het idee om een liedje te maken over vaderschap. En ik weet nog steeds niet precies waarom, maar opeens kwam het tot me. En voor de mensen die zich afvragen, hè Kelvin, word je nou echt vader of niet? Het antwoord is ja, alleen niet nu. Je hebt gelijk, ik beken, ik word papa als ik 30 ben. Ik word papa. Ik zeg letterlijk, ik word papa als... Pardon? Ik 30 ben. En nog steeds zijn er mensen die comments plaatsen. Word je nou ook echt papa? Vandaag is de dag dat wij even gaan kijken naar wat er op het internet te vinden is over Ik Word Papa. Want op dit moment staat Ik Word Papa 3 dagen online. Terwijl als je dit kijkt staat hij inmiddels al 2 weken online volgens mij. Maar op dit moment zijn er volgens mij al hartstikke leuke dingen te vinden over Ik Word Papa op het internet. Dus gaan we even naar kijken. Veel kijkplezier, geniet. Welkom op YouTube. De website waar we allemaal gaan en staan. Laten we eventjes bij het begin beginnen. We zoeken gewoon even op Ik Moet Zuipen. Juist, Ik Moet Zuipen. Ik Word Papa. Hier, bovenaan. Naast mijn video, Calvin, 813.000 views, ben 2 dagen. Hey, lekker bezig, what's good, Kelfam? Calvin, ik word papa op het eerste plekje. Op het tweede plekje gewoon Noah met de behind the scenes. That's right, Noah heeft een behind the scenes gemaakt. Lekker bezig, Noah. Hey, box. Lekker. Hier, nummer 1 trending. Hey, what's good, man? Waarom staat hier naast Q Movies en Sophie Oesri? Oké. Is goed, oké. Is goed, alright. Hey. Shoutout Mick Speck voor het maken van deze pokoe. Hij was degene die het idee kreeg om zo'n baby dingetje aan de beat toe te voegen. Of in ieder geval, dat is de basis van de beat. Dus Mick is een fucking legend, man. En daarnaast ook shoutout Zino de Groot voor het maken van de clip. I love you. I love you. Ronald. Haha, heerlijk. Ik trapte er wel in. Net pindakaas gegeten dus. 108 reacties. What's good? Hoezo heeft hij 108 reacties? Ronald, you popping man. Ronald first. Hey, Ronald, ik, hoi. Ronald, kijk over. Ronald, haha, maak Ronald, please Ronald, meer liedjes. Ronald. Hallo, dit is toch mijn video? Hoezo moeten we allemaal en ik over Ronald? Ik heb nu mijn tijd te zeggen. Spelen. Nice, maar waarom? Als je helemaal nog geen papa wordt. Ja, ik heb toch niet gezegd dat ik nu papa word? Kijk, als het liedje dan was. Ik word nu papa. 5 luiers, Google Gaga. Kijk, dan had ik gelogen. Maar ik zeg, ik word papa. Maar hetzelfde als, weet je, jij gaat dood. Niet nu, maar ooit ga je dood. Snap je? Weet je, tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomst. Science, man. Yes, science. Wacht even, Kelvin zegt 5 luiers. Het wordt gewoon een vijfling exposed. Ja, Kelvin, ik heb je door, hoor. Ik zie het al voor me. De Nederlandse vlogger krijgt een vijfling. Nee, je hebt toch voor één kind gewoon meerdere luiers nodig. Het is niet zo dat je één luier om een kind heen kan doen en dat je gewoon voor de rest van je leven settled bent. Stiekem hoopte ik dat dit een announcement was dat Nina echt zwanger is. Nou, kan je vertellen, dat hoop ik niet.
Kijk, ik vind kids fantastisch, hè. Ik vind kids echt cool. Ik vind kids gewoon chill, gewoon leuk, gewoon papa, gewoon als zij janken ook, een beetje troosten en zo. Fucking sneu en irritant, maar is nog leuk. Hey, ik ben nu 22, hè, dus ik ben nog lang niet ready voor die kids, man. Ik krijg de komende 5 jaar geen kinderen, dat kan ik je wel vertellen. Haha, geniaal, ik wil wel voor je oppassen. Tara, dankjewel. Geen idee wie je bent, dus ik vind het een beetje gek om mijn kind, JJ Boske. Ik kom oppassen, G! Jay, je mag het in ieder geval eerst wel even netjes vragen, man. What the fuck? Meteen dat haantjesachtige gedrag. Ja, ik wil gewoon oppassen. Gast, vraag gewoon even netjes, man. Ik word hier nou echt gewoon agressief van. Altijd beter dan die kip van het Songfestival, toch? Ja. Damn, wat een lekkere beat, gast. Haha, deze blijft wel hangen. Heel chill. Royalistic. Fortnite. Ik speel geen Fortnite. Sorry, ik ben niet cool genoeg om Fortnite te spelen. Oké. Sorry, wie is Nina? wie is Nina? Nina is mijn moeder, oké? Hatsikidee! Nu al miljonair vond ik wel iets toffer, maar deze is ook hard, man. Hashtag nummer 1 trending. Tara. Oké, Tara, dankjewel voor je comment. Tering, zeg. Potverdikke me. Ik vind deze lekkerder. Ik vind deze chiller. Kijk, weet je wat interessant is aan het maken van een nieuw liedje, terwijl je vorige liedje 10 miljoen views heeft gehaald? Is dat iedereen weer verwacht dat je dat weer gaat toppen. I don't care. Ik zei al tegen Mick, de producer van het liedje. Ik zei, gast, we gaan gewoon net als bij mijn nieuwe miljonair. Gewoon zitten, gewoon een random idee uitwerken. Gewoon alles doen wat we grappig vinden. En dan zien we wel of het werkt. En schijnbaar werkt het. Dus hey, that's nice. Alright, Kelfam. Het grootste gedeelte van de comments gaat over het feit dat het leuk is en grappig en zo. Dus dank jullie wel, Kelfam. I love you for that. Wat me ook iets opgevallen is, als je googelt op ik word papa, dan krijg je dus eerst inderdaad mijn shit, dan die van Noah. En dan krijg je gewoon, kijk hoe ziek dit eigenlijk is. Hier, meteen al. Ik word papa 1 uur lang. Ik word papa versneld 2 keer. Ik word papa 2 keer sneller. Ik word papa vertraagd. Ik was bang om vader te worden van QC van 1 jaar geleden. Ja, dat heeft er verder helemaal niks mee te maken. Maar alsnog, ik heb nog een tijd. Ik word papa, Google Translate zingt. Die moeten we even zien. Wees goed, Kalfam. Wees goed, Kalfam. Wacht, dat moet nog een keer. Wees goed, Kalfam. Slaap lekker. Droomzacht. Fucking sick. 5 luiers, goe goe gaga. Goe goe gaga. Nina. Ik ben wel benieuwd hoe hij de verse gaat doen. Want de verse is best wel een snelle flow. Ik zeg, wordt het een jongen of meisje? Martin, Lisa, Tom, Frank of Matthijs, Benna, Timo, Frank, Willem, Marije. Kan ik iets doen? Doe ze maar beide opties. Wow, dat kwam er soepeltjes uit, man. Dat ging soepel over de tong. Ik ben benieuwd hoe Google Translate het gaat doen. Wordt het een jongen of meisje? Martin, Lisa, Tom, Frank, Bernard, Timo, Frank, Willem. Kan niet kiezen, dus doe ze maar beide. Ik heb Google gewoon geowned. Hey, Google, what's good, man? Hey, what's good? Jezus, fucking hell. Ugh. Ik heb gewoon mijn hand opengehaald aan het slaan van die camera. Dat was echt niet goed. Ik hoop dat mijn camera nog heel is. Fucking hell, waarom ben ik zo'n mogoltje? In ieder geval, ik heb Google geowned. Daar was ik even trots op. En toen sloeg ik mijn camera letterlijk. Het begint ook te bloeden en shit. Fuck. Oh, ben je spits, dat maakt niet. Oké, okay, nou, ik vind het wel weer mooi geweest. Ja, leuk jongens, leuk. Ik geef deze variant van Ik Word Papa 7 speentjes. Ik Word Papa Chipmunks versie. Ook zieke basboost even. Ik geef deze versie van Ik Word Papa 2 speentjes. Vond hem niet zo leuk. Oh, we hebben al een reactie. People are already reacting, man. Daar gaan we. Jantastisch. Het kanaal van de... Jantastisch. Jantastisch. You're my man. Wat goed dit. Bijna elke dag een nieuwe video. Bijna elke dag een nieuwe video. Je weet ook gewoon daar niks door. Het kan gewoon 1 keer per week zijn. Het kan 1 keer per maand zijn. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik vind het fantastisch. Mijn naam is Jan, maar dat wist je waarschijnlijk wel. Like deze video en kom bij de groep Jan Power Gang. Sorry, ik moet even heel hard lachen. Ik lach Jan niet uit, helemaal niet. Maar hoe hij ze eigenlijk Jan Gang of zo had? Jan Power Gang. Kom bij de groep Jan Power Gang. Sorry Jan. Jan, je ziet dit ongetwijfeld. Ik heb respect voor je. I appreciate you. I love you. Maar ik vond het gewoon even... De manier waarop je het bracht was gewoon echt even grappig. En tegelijkertijd ben ik mijn pijn van mijn hand aan het weglachen. Dus dat speelt ook een beetje mee. Liefdagboek. Het is dag 177. Het bloeden is nog steeds niet gestopt. Mijn hand verkeert nog steeds in kritiek toestand. Help. Niemand help mij. Oké, we gaan door met Jantastisch. Was good. Het al geweest, hè? Hey, hij heeft gewoon zijn eigen merchandise. Hey, you gotta respect him for having the merchandise. 25 mei komt de album uit. 25 mei komt zijn album uit. What the fuck? Multitalent in the building. Oké, okay, ik ga nu het even bekijken. Let's go.
Yo, geef me even een screenrec of zo. Geef me even iets om laten kijken, man. Waarom heb je niet even gewoon de clip erin gezet? Ja. 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 Ja hoor, je ziet hem gaan. Deze is wel waar. Je ziet hem gaan! En dan zit je doorspoelen. Hoezo ga je stukje doorspoelen? What the fuck? What the fuck? Man, what the fuck? En dan word je op mijn kanaal en word lid van de Jantastisch Gang. Ik doe Jan Power Gang. Ja, dat had ik jullie. De Jantastisch Gang. Oh nee, Jan Power Gang. Ha, ik had jullie. Jan Power Gang? Dat is gewoon een combinatie van Knol Power en de Low Gang. YouTubers these days. Sorry Jan, ik ga je toch een kleine... Ik ben niet die guy die dislikes geeft. En dat ga ik vandaag ook niet doen. Ik ga alleen mijn laptop omdraaien en je nu een likeje geven. Zodat het voelt alsof het een dislike is. Ah, oh, zo, dat was even lekker. Mocht je trouwens nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe het dan sowieso. Doe je even te abonneren op mijn kanaaltje en dan wordt het een feestje. Lekker, ja! Nog een reactievideo. Let's go, man. Stuff! Stuff, stuff, stuff! Smash natuurlijk de blauwe duimpje op. Smash! Alsjeblieft. Oké, nou, we hebben even een hoofd niet geluid. Ik vind het tot nu toe echt heel chill klinken. Ik klink trouwens heel goed, dus props naar jou, Kelvin. Hey. Lekker bezig, Pik. Ik doe mijn best, hè. Geen dank, ik doe gewoon mijn best. Ik ben gewoon mezelf, snap je, Stef? Dus alsjeblieft, man. Ben je spits, het maakt niet uit of je scoort. Oh shit, dat is wel op zich een best goede vergelijking, weet je. Al ben je spits, het maakt uit of je scoort. Ja, kijk, Stef, jij voelt hem, man. Toen ik die line schreef, al ben je spits, het maakt niet uit of je scoort, dacht ik, ja, maar dit is best wel een goeie. Want, weet je, het maakt niet uit. Je bent gewoon een nice kiddo. En als je in spits staat, proud of you. Maar je hoeft niet altijd te scoren, maar wel een paar keer per seizoen. Anders ben je een mislukkeling, oké? Voor mij is de boodschap van deze video. Oh, wacht even. Wait a minute. Het moment is daar, Kelfam. Stef denkt te weten wat de boodschap van het liedje was. En ik ben toch wel heel erg benieuwd of hij het bij het juiste eind gaat hebben of niet. Het is een grootmacht in de YouTube-wereld. En als Stef de onderliggende gedachte van jouw product weet te vinden, dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Oké, daar gaan we. Niet te snel papa worden. Hij heeft het gewoon goed. Stef heeft het gewoon ontcijferd. Hij heeft het goed. Niet te snel papa worden. Stream trouwens nog even het liedje één keer. Dat is leuk, schijnig. Oké, later Kelfam. What's good?